Edin Mujagic is hier voor een toelichting op het laatste macro-economische nieuws. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. We gaan het hebben over een van je favoriete onderwerpen, namelijk de geldgroei. De vaste luisteraar zal het vast en zeker niet onbekend voorkomen dat ik daar af en toe veel aandacht voor vraag. Dat is niet zomaar. Dat heeft als reden dat de geschiedenis ons leert dat als er heel veel geld in omloop wordt gebracht, dat het altijd uitmondt, hetzij in uiteindelijk hoge inflatie of in allerlei zeepbellen. Kijk naar de huizenprijzen bijvoorbeeld. En die zeepbellen en inflatie die leiden dan vanzelf weer tot instabiliteit. Dus allemaal dingen die je niet wilt zien. En de tweede reden waarom ik het vaak daarover heb is dat we hier te maken mee hebben met ja, ik zou bijna willen zeggen, oerwet van de economische wetenschappen. Namelijk, iets wat schaars is, wordt meer waard, en iets wat minder schaars is, wordt minder waard. Dat geldt ook voor het geld. Jij verslindt analyses, rapporten, die gaan over de staat van de economie. Ik weet ook dat je zoekt op het woord geldgroei. Als je dat niet tegenkomt, ben je dan nog bereid verder te lezen? Of ik lees altijd niet verder, maar je leest dan wel met een heel ander gevoel. Je plaatst overal vraagtekens bij. En dan is de conclusie dat we in het Westen afgelopen 30, 40 jaar is er echt nagenoeg geen aandacht voor ontwikkeling van de geldgroei, terwijl dat wel heel veel gevolgen heeft. En dan te bedenken dat toename van de geldgroei, Thomas, ooit overwogen werd om als wapen in te zetten. Ja. Zo komen we bij iets wat ik gisteren al aankondigde, namelijk Operatie Bernard. Operatie Bernard. We gaan ver terug. Dat is een operatie dat bedacht is in het jaar 1939... in een Nazi-Duitsland van die tijd. Werd even opgeschort, maar in juli 1942, dus deze maand, 82 jaar geleden, werd het nieuw leven ingeblazen. En het idee was, achter die ultrageheime operatie natuurlijk, het idee was, wij gaan heel veel Britse ponden namaken. En dan gaan we met vliegtuigen die Britse ponden uitstrooien over Groot-Brittannië, zodat de Britten dat geld gaan oprapen op de velden en straten. Ze geven het uit. Daarmee zorgen we voor hyperinflatie, destabiliseren we de Britse economie en winnen we de oorlog. Dus dit is helikoptergeld af van Alette? Dit is helikoptergeld 82 jaar geleden. Of beter gezegd, vliegtuiggeld dan maar. En zoals zoveel dingen in dat land, in Duitsland, als ze iets bedenken, dan doen ze het ook goed. Dus hier hebben ze echt jaren over gedaan. Tot en met het kraken van de code van de serienummers, het vinden van exact hetzelfde papier als de ponden. Niet met het idee om nieuw geld uit te strooien, maar er moesten mensen in concentratiekampen de hele dag rondlopen en het geld wrijven in hun handen, zodat het een beetje gebruikt gevoel gaf. Er werden bijna 150 gevangenen uit concentratiekampen aan het werk gezegd om de pond te vervalsen. En er zijn heel veel van gemaakt. Zoveel dat het inderdaad echt de Britse economie degelijk gedestabiliseerd zou hebben. En dan had misschien de Tweede Wereldoorlog heel anders kunnen aflopen. We moeten wel een belangrijke mits of maar plaatsen, ja, want het is niet uitgevoerd. Het is niet uitgevoerd. En de reden is dat de capaciteit, de logistieke capaciteit die daarvoor nodig was, dat had de Luftwaffe, het Duitse luchtafdeling van het leger, hadden ze niet. Dus dat geeft al aan hoe groot die operatie is geweest. Er zijn echt ontzettend grote sommen geld, Britse ponden, gemaakt. Toen richting 1944-45 duidelijk werd dat Duitsland de oorlog niet zou winnen, werden de printplaten en al die Britse ponden werden overgebracht naar hoge bergen en daar in een zeer diep meer gegooid, in de hoop dat niemand dat ooit zou vinden. Mensen hebben het wel gevonden. En het is zelfs zo dat de jaren na de Tweede Wereldoorlog waren de Britse ponden in omloop. Zoveel zelfs dat de Bank of England, die overigens in de jaren 40 aangaf, wij kunnen valse ponden uit Duitsland van echte niet onderscheiden. Zo goed waren ze. In 1957 heeft de Bank of England, de Britse Centrale Bank, een nieuwe serie ponden moeten uitbrengen, want er waren te veel van die
ontzettend goede falsificaten in omloop. Ja, dat is toch... Waarom vertel ik dit allemaal? Ja, Edin. Nou, hoe komen we 80 jaar verderop op de dag van vandaag? Omdat het ontzettend leuk is, maar het gaat meer dan alleen leuk zijn. Het is ook relevant. Want wat destijds dus als wapen werd ingezet... en dit moet je echt zien als een soort monetaire evenknie... van massavernietigingswapens. Als dit uitgevoerd was, was het echt destabiliserend geweest. Dat wordt tegenwoordig gezien als prudent beleid. Wij drukken geld bij alsof er geen morgen bestaat. Het heeft zelfs een naam. Moderne monetaire theorie heet dat. Er zijn heel veel prominente economen die daar groot voorstander van zijn. Er zijn ook steeds meer prominente economen die er toch wat kanttekeningen bij plaatsen. Ja, gelukkig maar. Maar nog steeds is er heel veel lof voor druk maar geld bij. We doen ook niet anders... afgelopen 30, 40 jaar. Ho. Ik heb even in onze eigen archieven gekeken. Ja, daar was ik bang voor. Vorig jaar hebben wij gesproken over, voor het eerst in jaren weliswaar... een afname van de hoeveelheid geld. Ja, van om en nabij 1,5%, geloof ik. Om het even in de voetbaltermen van gisteren. En ik weet, het doet pijn nog steeds, maar ik plaats het daar even in. Het is alsof Nederland gisteren 90 doelpunten had gemaakt... en dan scoren de Engelsen 1 keer. Hebben ze heel weinig aan. Dus de groei van de geldhoeveelheid in het Westen... afgelopen 40 jaar lag elk jaar zo'n beetje tussen de 5% en 10%. Jaar in, jaar uit. Als we dan een jaartje hebben van 1,5% afname... mag geen naam hebben. En de reactie daarop was bij de centrale bankiers meteen... paniek, we moeten zorgen dat die geldhoeveelheid wel gaat stijgen. Dus het idee was en is nog steeds... dat is goed beleid, dat is verstandig beleid... En ik wil daar toch aandacht voor vragen... omdat het deze maand 82 jaar geleden is. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die veranderen in loop der tijd. En onder druk worden heel veel dingen vloeibaar, maar sommige niet. En wat er niet verandert zijn de lessen uit het verleden, Thomas. En wat er ook niet veranderd is... te veel geld was, is en blijft onverantwoord en gevaarlijk beleid. En wat er ook niet verandert is die basiswet van de economie. Iets wat minder schaars wordt... wordt minder waard. En dat geldt ook voor ons geld.